probeer gewoon de best mogelijke film te maken die ik nu kan maken. En in het begin, na offline, had ik zo wel iets van elk verhaal dat ik begon te schrijven. Van, ja, is het wel goed genoeg? Is dit het? Maar ik heb dat dan voor mezelf ook beslist van, kijk, het is dom om daarmee bezig te zijn. Want ja, dan zit het te wachten op iets dat misschien nooit komt. En dus maak ik nu gewoon de film die ik nu moet maken. En dan zie ik wel weer daarna. Waarom ik hem wil maken is in de eerste instantie omdat ik iets wil doen met dat vaderschap. En de kwetsbaarheid. Waarom dat de mensen hem moeten zien, is denk ik dat net zoals offline, dat het eigenlijk een klein, beperkt verhaal is. Dat wel universele waarden en universele gevoelens meebrengt. En dat is het ding dat ik probeer te doen in mijn werk. Het verschil met offline, denk ik, is dat dit een spannender verhaal zal zijn. Het heeft een soort suspense, meer dan offline. Maar daaronder zit een heel psychologisch-dramatische lijn. Dus het is een beetje een combinatie die hopelijk zal werken. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.